Zo, hele lieve YouTube-kijkers. Goede zondagmorgen. Welkom bij de Stofjes. Oei. Kunt u nou merken dat de temperatuur buiten kouder is? Want nou bestaan de raampjes. Omdat ik de aanjager niet aan kan zetten. Maar goed, bij deze. Hij staat aan. Oh, gordeltje. Hoppa. Nou, Wauwie. Geen lekker vandaag. Ik had een goede run erin zitten. Weer een leuke tijd ook. Gemiddeld 6 minuten 14 per kilometer. Ja, daar ben ik weer tevreden over. Ik denk toch dat de temperatuur ook wel een dingetje is geweest. Ondanks dat ik zelf ziet had van de temperatuur vorige week of zo, twee weken terug, dat was eigenlijk nog best wel te doen. S morgens vroeg, was wel aardig. Maar blijkbaar heeft dat toch meer invloed dan ik dacht. Maar goed, geeft niet. Hij was lekker. Het voelde ook lekker. Laatste rondje was natuurlijk wel redelijk. Die was wel wat langer. Had iets sneller gemogen, maar al met al, uiteindelijk het gemiddelde was zoals ik al zeg, 6 minuten 14. Nou, dat vind ik niet slecht. Daar kan ik wel mee leven. Dat vind ik altijd beter dan 6:28 of zo, of 6:30. Ja, dan weet ik niet, maar. En ik denk dat dit dus inderdaad toch wel te maken heeft met die ondergrond, wat ik vorige week al zei. Dat die ondergrond zo zacht was en heeft verleden een paar keer geregend. Dan is de ondergrond weer hard, waar ik een beetje naar boven moet. En je glijdt niet meer zo snel weg met je voeten. Dus dat. En ik denk dat er ook mee te maken heeft. Dus langzaamaan kom ik daar aan waar het erin gezeten heeft, waarom dat bepaalde tijden zo tegengevallen waren, zijn. Door het wegglijden van je voeten blijkbaar. Geen grip, te weinig grip, kun je moeilijk afzetten, ja, dan krijg je dat. Dus, al met al moet ik zeggen dat ik vandaag wel tevreden ben. Ik ben nu onderweg trouwens weer naar de fitness. Dat gaat nu nog, ik ben vroeg, het is nu 9:15. Of 9:12, om exacter te zijn. En kan ik even een uurtje doen. Zo'n 9:45, 10:30. Nou, dan is het naar huis omkleden. En dan rond 11:30 naar Juliana. Dan gaan we weer voetballen. Thuiswedstrijd, Orion. Dat wordt er eentje. Dus als het een beetje mee zit met de mes tussen de tanden. Je moet natuurlijk even afwachten hoe dat het uitpakt. Je bent ook van andere factoren soms afhankelijk. Maar, ik denk wel dat het goed gaat komen. Enfin, we zullen het wel zien. Zometeen in ieder geval eerst even lekker fitnessen, een rondje doen. Weer met zo'n programmaatje. Dan uiteindelijk ook weer delen op Insta. Waar ik mijn trainingsarbeid ook opzet, mijn lopen. De gegevens staan allemaal op Instagram. Ook onder de Stofjes. Dus ook daar ben ik te vinden. Met mijn loopgegevens. Algemene staat, gemiddelde, heuvelachtig, zeg maar, hoogteverschillen die erin zitten, eigenlijk van alles. Eigenlijk van alles wat je maar een beetje kan meten, dat staat daar dan in. Nou, we zijn aangekomen bij de fitness. Gaan we even de auto
parkeren. Fakkie. Ja, ik sta aan het vak. Nou, ik zou in ieder geval zeggen, als je deze leuk vindt, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Blauw duimpje, duimpje omhoog, want ze zijn niet meer blauw, had ik begrepen. Ik heb nu een dag gekeken, ze zijn niet meer blauw. Duimpje omhoog, abonneren op dit kanaal. Zie je volgende keer terug. Ik zou in ieder geval zeggen, tot de volgende keer. Ik zeg, tjoe.